VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar VVV-TV. Vandaag beginnen we zoals altijd weer met een interview met Rick Kruis. De hoofdtrainer van de VVV blikt terug op de 2-1 nederlaag tegen Willem II en kijkt vooruit naar de wedstrijd van vrijdag tegen FC Eindhoven. Rick, helaas een nederlaag tegen Willem II. Daar zag het in de eerste helft niet per se naar uit, hè? Nee, ik vond onze eerste helft verdedigend goed staan. Aan de bal hadden we mee kunnen brengen, maar we hadden wel onze kansen. Willem II, twee grote kansen vanuit spel, waaronder één goal en een aantal dreigende situaties met spelervattingen. Tweede helft vond ik ons minder. Vond ik dat we te open speelden, te groot speelden. Ja, vond ik dat we zelf in de kansen ook te weinig hebben afgedwongen de tweede helft. Je speelde een iets andere formatie. Hoe vond je dat eruit kwam? Redelijk goed. Eerste helft verdedigend best wel goed voor elkaar. Ik vond dat we tegen het systeem zoals Willem II dat ook speelde de afgelopen weken daarvoor wat problemen hebben gehad. In bezetting, nou, dat heb ik geprobeerd met mijn elftal te coveren door Joep daarbij te zetten en door iets anders te staan. Verschilt niet heel veel ten opzichte van hoe we stonden, maar wel een beetje. Daar ben ik gedeeltelijk tevreden over. Was natuurlijk ook de eerste keer. Maar gaf verdedigend gezien denk ik wel een stukje houvast ten opzichte van de wapens van Willem II. Is dat ook iets wat je dan misschien vaker wilt gaan gebruiken in het einde van het seizoen? Dat zou kunnen, dat hangt af per wedstrijd. Ik denk dat we wel moeten zorgen dat we kunnen inspelen op wapens van tegenstanders. Maar zelf wel in onze kracht blijven, dat is het allerbelangrijkste. Dus ja, dat zou wel kunnen. Die eigen kracht waar je het over hebt, kwam er in de eerste helft een paar keer goed uit. Vooral bij de goal. Ja, inderdaad. Hè. Backs die heel aanvallend waren. Een box bij Willem II die vol was. Langdurig balbezit en daarvan naar Martijn die goed teruglegt op Sven die goed afwerkt. Hoe ben je nu na deze nederlaag, deze nieuwe week ingegaan met weer een belangrijke wedstrijd tegen een directe concurrent in het vooruitzicht? Zoals we eigenlijk altijd weer evalueren en reflecteren en iets korter natuurlijk. Dus veel video gekeken, dat trainbaar gemaakt om uiteindelijk weer vrijdag goed van de start te komen. Want de verschillen zijn heel klein en ook die play-off plek is nog lang niet veilig. Praat je er veel over met die jongens, over die play-off plek? Nou, niet per se over de play-off plek, maar meer wat we zelf doen. We hebben nu 2 nederlagen. Dat betekent dat we iets moeten veranderen omdat dat niet goed genoeg is. Dat willen we ook niet. Dus prioriteit is gewoon aankomende vrijdag om 3 punten hier te houden. Wat verwacht je vooral van je eigen ploeg om dat tegen Eindhoven te bewerkstelligen? Iets meer lef naar voren. Iets langer de bal, zodat we meer tijd hebben om echt een kans te creëren. Nu is het vaak in de omschakeling een aantal keren dat we hem heel snel kwijt zijn. Om af te wisselen, om heel snel eruit te komen, maar ook om te doseren. Hè. Zoals voorbeeld goal dat we langdurig balbezit hebben en daar vandaan gaan toeslaan. Ja, en verdedigend om een grote gedeelte is natuurlijk hetzelfde te doen, omdat daar best wel veel druk op zat. Joep Kluskens mocht zondag tegen Willem II weer eens in de basis beginnen bij VVV. De speler uit de eigen jeugd houdt door de nederlaag echter toch gemengde gevoelens over aan het duel. Ja, natuurlijk wel balen van verliespartij tegen Willem II. Maar wel mooi dat hij weer mocht starten. Je speelde centraal achterin in een 5-mans defensie. Hoe was dat voor jou? Ja, een positie die ik nog niet eerder had gespeeld. Maar op de training wel een aantal keer. En ja, we hadden erop getraind. En ik denk wel dat een positie is die me ligt. Wat kan inschuiven en de opbouw kan verzorgen. Dus ja, ik vond het wel prima om die positie te spelen. Natuurlijk wel wennen, maar ook goed voor mijn ontwikkeling. Dus. Hoe vond je zelf dat het ging? Ja, ik vond vooral aan de bal dat ik wel een erg goede wedstrijd speelde. In de opbouw veel goede momenten, veel inspelpasses. Ja, verdedigend waren er wel momenten die beter konden. Dus daar ben ik niet helemaal tevreden over. Maar ja, vooral die eerste goal denk ik dat ik misschien wel wat meer had kunnen doen. Ja, tweede dan niet echt, maar verder nog wat momentjes dat ik dacht van hier had ik anders moeten staan of iets anders moeten doen. Maar ja, wat ik zei, aan de bal vond ik het wel erg goed. Dus. We hebben je natuurlijk ook al vaker op het middenveld gezien. Ben je nu meer een verdediger of meer een middenvelder? Ja, toen ik bij het eerste kwam, dus ongeveer een jaar geleden, toen heb ik 2 wedstrijden centraal achterin gespeeld. Maar toen kreeg ik ook de opdracht om wel in te schuiven. En dit jaar dan 2 keer centraal ingevallen en ook wel eens een oefenwedstrijd centraal gespeeld.
Ja, ik kan het eigenlijk allebei wel. En nu was het natuurlijk dat we met drie speelden, dus dan krijg je ook nog wat meer ja, de mogelijkheid om in te schuiven, omdat je dan nog andere verdedigers bij je hebt. Dus ja, ik vind het wel prima allebei. Vorig seizoen kwam je in deze fase van het seizoen eigenlijk als onbekende speler bij de selectie. Nu ben je al een heel seizoen erbij. Hoe beleef je dat tot nu toe? Ja, natuurlijk wel mooi. En ook gaandeweg het seizoen contract af weten te dwingen. Dus dat is wel mooi. Of ja, vrij snel in het seizoen. Dus dat is wel mooi. En na de winterstop ook steeds meer gespeeld. 5 basisplaatsen en 2 keer ingevallen. Dus dat is wel uiteindelijk waar je het voor doet. Dus ja, mooi. Hoe is het nu voor jou om die beslissende fase, waarin je strijdt om een ticket voor de play-offs, om dat mee te maken als selectiespeler? Ja, inderdaad, wat je zegt, vorig jaar was het natuurlijk wel anders. Want toen ik erbij kwam, speelden we eigenlijk nergens meer voor. Ja, nu moeten we ons nog plaatsen voor de play-offs en gaan we richting de play-offs. Dus dat zijn natuurlijk wel de mooiste fases van het seizoen. Ja, we weten allemaal dat we nog punten moeten pakken. Maar je merkt wel gewoon dat er veel vertrouwen is in die groep, dat we het gewoon gaan halen. Maar ja, we moeten wel nog aan de bak, dat sowieso. We sluiten deze uitzending af met een oproep van Marco Bogers. Op zaterdag 22 april wordt er namelijk een grote ontruimingsoefening georganiseerd in de Koel. En de algemeen directeur van VVV legt graag uit wat het belang is van deze oefening. Ja, omdat wij natuurlijk om de 2 weken een evenement hebben waar tussen de 5000 en 7000 mensen aanwezig zijn. En als ik altijd een calamiteit kan voordoen, of calamiteiten, waar wij op moeten anticiperen. En we hebben natuurlijk een veiligheidsorganisatie die daarop is ingericht. We hebben een kantoororganisatie. Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid om het evenement in goede banen te leiden. En dan is het ook eens goed om een werkelijkheid na te bootsen als zo'n calamiteit zich voordoet. Hoe dan zeg maar de organisatie al hier, de veiligheidsorganisatie, maar ook de hulpdiensten die daarbij betrokken zijn, hoe die dan acteren. En of dat op de juiste wijze gebeurt en volgens de juiste regelgeving. De oefening wordt georganiseerd rondom een wedstrijd van UNA Vrouwen 1 tegen Sparta 18 Vrouwen 1. En daarvoor is natuurlijk publiek nodig. En juist omdat de oefening zo belangrijk is voor de veiligheid in de Koel, hoopt Borgers dat supporters zich via de website van VVV aanmelden als toeschouwer. Ja, klopt. Het is natuurlijk belangrijk dat er zoveel mogelijk bezoekers aanwezig zijn in het stadion om ook ja, de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen. Dus er wordt een wedstrijd gespeeld tussen 2 vrouwenteams. Dat is natuurlijk al leuk, maar ik denk ook dat het voor veel mensen interessant kan zijn hoe het is als een calamiteit zich voordoet in het stadion, wat er dan gebeurt, hoe men reageert. En ja, het moet ook met z'n allen ook een beetje leuk zijn. Dus de oproep is toch van mijn kant, kom nu alsjeblieft op 22 april naar het stadion 's middags. Volg onze social media kanalen, daar staat alle informatie. En dat we toch met zoveel mogelijk mensen hier aanwezig zijn om die veiligheidsoefeningen in goede banen te leiden. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof.